Bij het wijkoverleg hebben we dit voorgelegd, dat wij nu dat stukje tuin willen. Nou, dat was in het wijkoverleg maar helemaal een bijzaak. Want daar was namelijk de grote issue, de groene long van Vlokhoven. Dat was de issue. Dat is een terrein waar 20 jaar geleden nog een school stond, die is gesloopt. En al 20 jaar is het in eigendom gewoon bij grond- en vastgoedzaken van de gemeente. Het is geen plantsoen, het mag ook niks worden, het moet gemaaid worden. Dus het wordt gemaaid en het is niks. Vorig jaar hebben wij met een aantal bewoners initiatief genomen. We gaan er een bloementuin maken. Eerst wilden we een groentetuin. Maar toen gingen de voordeuren open en die zeiden, niet hier hè. Geen groentetuin. Niet hier voor ons huis. En toen zei een dame, misschien is een jeu de boelbaan een idee. En toen waren er enkele die veel weerstand hadden tegen iets daar te doen. Die zeiden, oh ja, dat kan wel. Jeu de boelbaan. Ja. En dan doe je daar wat bloemen bij, dat is leuk voor de kinderen. Kunnen de schoolkinderen ook nemen, dat is goed, ja. Maar niet bonen staken en hutten met tomaten, hè. Nee, nee. Goed, hebben we nou een jaar lang heel mooi bloemen gehad. Jeu de boelbaan en een bloemenweidje. En natuurlijk werd het toch gekankerd. We hadden een buurtavond. Dan krijg je een voorstellingsrondje, hè. Sommige mensen zijn heel eager om zich voor te stellen. Ja, ik ben Jan en ik ben tegen. En we zijn me voorstellen, ik wil het niet hebben, het is 20 jaar zoals het is en dat is goed. Ja? Oké. Okay. Marokkaanse buurvrouw zegt ook, ja ik ben tegen, we willen niks anders. Zoals het is het goed. We moeten geen trammeland hebben. Oké. Okay. En wij zijn uiteindelijk allemaal voorgesteld. Ik denk dat we eerst 3 kwartier tot 1 uur negativiteit hebben gehad. Toen moesten die mensen weg, want ze hadden afspraak of ze hadden genoeg. En toen konden we verder creatief bedenken, hoe gaan we dan om met die groene ruimte daar? Fietscrosspaadje werd genoemd, voor de kleine kinderen. Oeh, dat is heel angstig, dan komen de scooters en de hangjongeren. Oké, dan over een hangplek lang gesproken. En dat was interessant. Die was er eigenlijk bedoeld ooit als hutje voor de moeders, dat ze hun kinderen konden zien spelen. Maar nu is het een hangplek. En als je het hoort van de mensen die er tegenover wonen, dan is dat inderdaad ook lastig. Nou, wat dacht je? Wie hangt hij? Een aantal ouderen? Of nee, jongeren. Jongeren zitten daar. En het wisselt allemaal. Het gaat heel snel. Dan is het groepje daar, dan daar en daar. Er wordt nou heel veel in de wijken gedeeld. Ook bij ons. Verschillende plekken. Ook op die plek. Er zijn nogal eens Marokkaanse jongeren erbij. En die hebben het niet zo met honden. Dus iemand was heel creatief. Die zei, er lopen zoveel mensen met honden hier door het parkje. Als we nou gewoon een wandelpad maaien. En dat gaat dan ook langs die hangplek. Dan heb je daar altijd sociale controle. Ja, dan maken we het aantrekkelijk. En dan zetten we ook vanuit de wijk 2 hondenpoepbakken. Ja, we hebben ook nog over gedacht, zullen we investeren in zo'n machine die hondendrollen opzuigt. Maar niemand wil die machine aan het eind van de dag schoonmaken. Dus dat doen we niet. 2 bakken worden er neergezet. En een leuk, misschien wel 8-vormig pad, ik weet niet, door het gras. Langs de jongere hangplek. Dat heet trouwens een job en dat betekent jongere ontmoetingsplek. Nou, dat zijn wat perikelen uit Vlokhoven. En ik had iets leuks bedacht. Als we dan toch bomen gaan kappen daar om te dunnen in het park, dan kunnen we daar een gesloten cirkel van maken waarbinnen kleine kinderen met hun fietsje kunnen crossen en waar geen scooter binnen kan stuiteren. En die bomen laat je dan gewoon liggen? Die laat je liggen. Maar dan kreeg ik toch weer een e-mail terug. Ik heb het nog niet gelezen helemaal. Van iemand die daar toch ook wel moeite mee had. Waarom zouden mensen zoveel moeite hebben? Moeite. Met alles wat een beetje naar beweging. Ja, dat is een goede vraag. Want dan is het dus. Het fascineert me altijd dan is weer in buurt. Vertrouwen is er niet meer, denk ik. In elkaar? In elkaar, in de ander. Dat denk ik. En als je die mensen nou eens betrekt bij de ontwikkeling van zoiets. Want je zei ze moeten eerder weg, want ze moeten natuurlijk ergens anders ook klagen. Nou, ik kreeg gisteren een mooie feedback van iemand. Want we hoorden vorige week namelijk een voorbeeld van iemand die is ook ergens in een dorp gaan wonen. En toen werd hem gevraagd door een boer, wat doe jij voor werk? Ja, ik heb een adviesbureau voor ecologie. Ben ik tegen, zei die boer. Oh. Maar hij hield wel van bomen. Hebben ze het over die boer gegooid. En nou is die man een van de voormannen van het nieuwe landschapgroepje wat ontstaan is. Dus ik dacht ook, die Jan bij ons, die tegen is en niet bij hem voor de voordeur, maar wel van bomen houdt en hoe het is,
Als ik dat nou eens als vertrekpunt kan nemen. Ja. En eigenlijk doen we dat ook al doordat we zeggen, oké, bij jou voor laten we zoals het is. Maar, ja, ik heb nog niet de ingang gevonden om te vinden hoe kan ik met hem en met die Marokkaanse buurvrouw en met zijn vrouw, die Jan, en met andere buren die tegen zijn, hoe kan je er nou wel iets in beweging brengen? Ik denk de randjes van het veld wat kuisen. En we hebben nou een burenwerkdag georganiseerd, een aantal buren, dat we de randen langs het trottoir gaan kuisen. Misschien dat hem dat... ik weet de ingang nog niet. Goeie vraag. Waarom? Want Jan is niet de enige die tegen is. Nee, er zijn meer mensen tegen. Nederland sterft van de tegens. Ja. En een ander vindt het ook mooi. En toen hadden we het over een kruidentuin bij hem voor. Een plantsoentje bij hem voor. Dus een andere. Grenzend aan die groene long. Een groen perkje met enkele laurieën. En de bewoonster die er woont, die wil heel graag een kruidentuintje. Hij woont twee huizen verder. Niet hier. Daar zie ik helemaal niet zitten. Hij heeft nou een statische laurier. Hij wil niet iets anders. Daar zie ik helemaal niet zitten. En als je dan goed kijkt naar de laurierperk, dan ziet de buitenrand er helemaal afgetrapt en lelijk uit. Maar Jan, die komt wel. Jan, dat denk ik. Als je voor de andere deur een kruidentuintje maakt. Jan heeft niet het alleen recht op het hele parkje, toch? Nee. Dan moet Jan ook duidelijk worden. Met de tijd zal Jan een keer overlijden. En dan ja, dat is erg lang wachten hoor. Kan ook erg lang wachten. Kunnen we beter een beetje meetrekken? Ja. Groen meetrekken. Nou, ik ga daar eens over nadenken. Ik sta me open voor de ingeving. Mooi. Dommelse kracht. Veel kracht.